Zo, nou, we zijn ongelooflijk druk bezig. Er is al wat gebeurd, want ja, we moesten het eerst helemaal slopen. Maar we zijn alweer aan het bouwen. Kijk, dit is het tuinhuis en dat wordt eigenlijk de werkruimte van Jonne. Daar gaat ze er kunstwerk in maken. Dit wordt het, komt een overdekt terras. Daarachter komt de open haard. Daar komt de vijver. Je ziet het nou een beetje vorm krijgen. En dit wordt zo'n looppad. We zijn ook al die grond aan het vervangen, dat ik er lekker in kan gaan planten. Want er moet nog wel heel wat in. En die grond hieronder is natuurlijk keihard van die bomen. Dus er moet grond op. Ja, het begint al wat te worden, maar er moet nog een hoop gebeuren en het moet vrijdagavond wel af zijn. Maar er lijkt wel voldoende hulp te zijn. Misschien wordt het toch nog een fluitje van een cent. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone. So leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up then stare at the fan. TV on, throw my hand in my pants. Nobody's gonna tell me I can't. Een week geleden lag hier nog een oude tuin die niet meer in gebruik was. In 5 dagen tijd heeft Rob hier met zijn team een droomtuin voor Nederland gebouwd. En wat voor een. And the rosebuds know the blooming early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind sure. Dit is nou een tuin geworden die u wenst. We hebben heel veel brieven gekregen. Maak mijn tuin met wensen die erin stonden. En die hebben we geïnventariseerd. En daaruit blijkt dat heel veel mensen willen een tuinoverkapping. Heel veel mensen willen een open haardje. Heel veel mensen willen een waterornament. En veel bloemen. Een beetje mediterrane sfeer door middel van palmen. En een boerda. Die stond ook heel erg hoog genoteerd. Dit is de tuin die u wenst.